We hebben een mooi onderwerp, al lijkt dat soms op het eerste gezicht een wat stoffiger onderwerp. Waarom moeten we nou gaan nadenken over een tent die zoveel honderd jaar geleden in die warme woestijn stond en door het volk van Israël werd meegenomen? Leander zei het al, we gaan het hebben over Christus en de tabernakel, maar misschien is het beter om te zeggen Christus in de tabernakel. Want het gaat over hem vanmiddag. En heel kort iets uit mijn eigen leven, waarom ben ik zo enthousiast over dit onderwerp? Het is alweer jaren geleden dat ik voor het eerst daar onderwijs over kreeg van een oude broeder die met een maquette rondging. En daar zat ik aan zijn voeten en die heeft mij er zoveel uit geleerd. En waardoor ik echt heb ondervonden wat Petrus schrijft, was op in genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. En hij wist het zo dicht aan je hart te brengen. Dat het de Heilige Geest het heeft gebruikt om mijn leven te veranderen, meer en meer naar het beeld van de Heer Jezus. En hij is nog steeds met dat vormingsproces bezig. Maar het is zo mooi om elkaar mee te nemen in die oude tent, omdat het heel veel te zeggen heeft over hem die ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Nou, ik heb nu mijn maquette niet bij me, maar ik heb ook een maquette van het tabernakel die neem ik als ik wat langere series hou mee. En die heb ik van de Heere gekregen via een oudere broeder. Dat is weer iemand anders die er ook mee rondging. En op mijn website staan 7 uitgebreide studies over de tabernakel. Studies van meer dan een uur. Dus daar kan ik meer in vertellen dan dat ik vanmiddag doe. Maar dan wil ik wel tegen je zeggen, als je dat nog eens na wil kijken en wat dieper erop in wil gaan, dan moet je even naar mijn website gaan. En daar vind je dus 7 uitgebreide studies. En daar ga je door heel de tabernakel heen, van begin tot het einde. Ik vind het wel prettig om dat te kunnen zeggen, want dan voel ik me vanmiddag niet verplicht om alles helemaal uit te diepen. Want ik sta eigenlijk voor een onmogelijke opgave. Er is zoveel over te zeggen. Maar ik wil vanmiddag met jullie de hoofdlijnen eruit halen. We splitsen deze middag op in 2 lesuren. Het eerste lesuur dat zal voornamelijk gaan over Gods verlangen. En wat was Gods verlangen en wat is Gods verlangen? Hij verlangt een heiligdom. En daar gaan we als eerste op inzoomen in dit eerste uur. Wat we tweede uur gaan doen is dat we in vogelvlucht door het tabernakelcomplex heen gaan. En dat is best wel pittig, zo aan het einde van deze studiedag. Maar ik heb een aantal stencils voor je met allerlei teksten erbij. Dus die ondersteunen je om daar wat makkelijker mee om daar makkelijker doorheen te gaan. Ja, dus het tweede deel krijg je wat stencils van me. En dan kan je gewoon meelezen en dan weet je waar ik ben. Dus nu als eerste Christus in de tabernakel en dan bijzonder Gods verlangen. Hij verlangt een heiligdom. En ik wil toch even hier het accent op gaan leggen. Waarom moeten wij vandaag in 2020 als moderne christenen nu nadenken over die oude tent? En daarom wil ik eerst met jullie daar een Bijbels antwoord op gaan geven. En dat wil ik doen uit 2 gedeelten. Als eerste uit Lucas 24. Want ik geloof dat het heel belangrijk is dat we over die tabernakel nadenken die zo'n 3300 jaar geleden in de woestijn stond. Tabernakel is een Latijns woord, maar je kan het heel eenvoudig vertalen met het woord tent. Gods aardse tent, Gods aardse huis, tabernakel. Waarom ga ik voor het antwoord op die vraag over het waarom we hierover nadenken naar Lucas 24? Nou, het is heel interessant. In Lucas 24 lezen we over de Heer Jezus, over zijn lijfelijke, lichamelijke opstanding en vervolgens over zijn ontmoeting, zijn verschijning aan de Emmausgangers. En het is zo mooi wat daar staat en daarmee zetten we denk ik gelijk de toon voor deze middag. Want wat staat er dan in vers 27? En hij, de Heer Jezus, begon bij Mozes en al de profeten en hij legde hun uit wat al in de schriften over hem geschreven was. En dan vers 31. Dan zijn we alweer iets verder in die geschiedenis. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij ons onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende. Die Emmausgangers, die geschiedenis ken je, maar wat wil ik er nu uithalen? Dit.
Zij hadden een brandend hart nadat de Heer Jezus hen had onderwezen. En waaruit gaf hij onderwijs? Nou, we hebben het gelezen. Hij begon bij Mozes en al de profeten. Nou, heel veel mensen die net tot geloof komen, en ook denk ik heel veel christenen die de Heer Jezus al wat langer kennen, ze beginnen vaak te lezen vanaf Matteüs. Maar weet je wat zo interessant hier is? De Emmausgangers kregen een brandend hart doordat Jezus hen onderwijs gaf vanuit Mozes en de profeten. Nou, als we het over Mozes hebben, dan hebben we het over de eerste 5 boeken van de Bijbel. De Torah. Dat vind ik iets heel moois. Dat betekent dat in Mozes, al in die 5 boeken, en hij heeft nog meer dingen geschreven, maar daar gaat het al over wie? Over de Heer Jezus. En de meeste details, de beschrijving van de tabernakel, vind je in die 5 boeken. Nou moet er al een lampje gaan branden. Als we het over de tabernakel hebben, dan hebben we het over de Heer Jezus. Dan hebben we het over de Messias. Dan hebben we het over de Christus der schriften. De Heer Jezus sprak helemaal niet uit de Efezebrief. Ze kregen helemaal geen brandend hart door het boek Handelingen. Laat staan over Openbaring. Nee, ze kregen onderwijs vanuit Mozes. En daarom geloof ik, dat is de eerste reden, dat het voor ons vandaag als moderne christenen belangrijk is dat we ook kennis nemen van die eerste 5 boeken. Weet je wat je daarvan krijgt? Een brandend hart. En wat hebben we nodig vandaag? Brandende harten voor de Heer Jezus. Dat vind ik zo treffend. De tweede reden waarom wij over die tabernakel nadenken, vind je in de Hebreeënbrief. Er zijn er meer te noemen, redenen waarom wij daarover na mogen denken. Maar deze 2, daartoe wil ik mij vanmiddag beperken. Maar die eerste vind ik al heel mooi, vergeet dat nooit meer, Lucas 24. De tweede komt uit Hebreeën hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9. De Hebreeënbrief is de brief die ons heel veel onderwijs geeft over de rijkdom, de heerlijkheid van het nieuwe verbond. En wanneer wordt het nieuwe verbond nog rijker? Als je de lessen die in het oude verbond liggen opgesloten in vervulling ziet gaan in de persoon en het werk van de Heer Jezus. Dus je moet het verschil duidelijk gaan zien vanmiddag tussen het oude en tussen het nieuwe verbond. Nou, de Hebreeënbrief wordt gekenmerkt door bepaalde kenmerkende begrippen. De Hebreeënbrief spreekt over het betere, over het heerlijke, over het beste zouden wij zeggen. En dat heerlijke, dat betere is geopenbaard in de persoon van Jezus. Nou, wat staat er in Hebreeën hoofdstuk 9, het 8e vers? Het volgende. Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk, dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Dat is die tabernakel waar het in die boeken van Mozes over gaat. Vers 9. Deze was een zinnenbeeld van de tegenwoordige tijd. In overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte, wat zijn geweten betreft, tot volmaaktheid te brengen. Nou, dan krijg je de heerlijkheid van het offer van Christus. Dat wordt verder uitgewerkt. Nu moet je even naar hoofdstuk 8 en dan vers 5. Het was dus een zinnenbeeld, die tabernakel. En wat zegt vers 5 van hoofdstuk 8? Deze priesters doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen. Overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Wij zien erop toe, zegt hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is. De eerste reden waarom wij moeten nadenken, mogen nadenken over de tabernakel, is dat deze tabernakel spreekt over de persoon en het werk van de Heer Jezus. De tweede reden hebben we in deze verse gelezen. De tabernakel is een afschaduwing van de hemelse werkelijkheid.
En misschien vind je dat ook wel moeilijk om te verstaan. Die hemelse werkelijkheid, hoe trek je dat nou naar je hart? De geestelijke zegeningen in Efeze 1, dat zijn geestelijke zegeningen. Niet zozeer tastbaar, zichtbaar. Hoe trek je dat nou naar je hart? Nou, hier zien we dat de tabernakel een schaduwbeeld is van de hemelse werkelijkheid. God is geest. En voor je gevoel misschien soms heel ver weg, maar mag ik het eens zo zeggen? God is in de tabernakel jou en mij tegemoet gekomen. Wij werken vaak met PowerPoint. Mij werd net gevraagd, heb je nog een PowerPoint vanmiddag? Ik zei, nee, doe het zonder PowerPoint vanmiddag. Maar de tabernakel, met eerbied gesproken, is de eerste PowerPoint die werd gegeven. Het is een plaatje van een hemelse werkelijkheid. En wat bedoel ik daarmee? De tabernakel laat ons zien hoe God mens is geworden, vlees en bloed heeft aangenomen. Dus de heerlijkheid kwam van boven naar beneden. En die tabernakel leert ons ook hoe wij weer van beneden naar boven kunnen naderen. De tabernakel is een afbeelding van de hemelse werkelijkheid. De omgang met God. Hoe is het mogelijk dat een heilige God omgang heeft met een onheilig volk? De tabernakel leert dat het mogelijk is. De tabernakel leert hoe dat mogelijk is. En de tabernakel laat de heerlijkheid daarvan zien. Nou, twee redenen. Samenvattend. De eerste reden, Lucas 24. De tabernakel spreekt van de Heer Jezus en zijn werk. Tweede reden, Hebreeën 8 en Hebreeën 9. De tabernakel is een afbeeld van de hemelse werkelijkheid. Laten wij dan tot God naderen. Met vrijmoedigheid. Nou, dit was de inleiding. Dan weet je waarom dit onderwerp op het lesprogramma staat. Nou wil ik met jou naar de boeken van Mozes toe. Want ik heb nu het bewijs geleverd dat het daar gaat over de Heer Jezus. Dan kan ik verder. Nu beginnen we pas. Exodus 25. Het is goed om op te schrijven dat in Exodus 25 tot en met Exodus 40, daar tref je de omschrijving van de tabernakel aan. Exodus 25 tot en met 40. Nou, dat is niet iets wat je zo even doorleest en zegt, nou, alles valt direct de betekenis. Dat is best pittig. Maar ik wil wel graag dat je weet, waar staan deze dingen nou? Wij lezen vers 1 tot en met 9 uit Exodus 25 en vers 22. En ik ga vanmiddag in dit eerste lesuur nadenken met jullie over drie kernwoorden. En die drie kernwoorden kan je samenvatten met het verlangen van God voor zijn volk destijds. En die drie kernwoorden vatten het verlangen van God samen voor de mensheid vandaag. Laten we die verzen lezen, Exodus 25. Het eerste vers, toen sprak de Heere tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij voor mij een heffer nemen. U moet van iedereen wiens hart hem gewillig maakt, een heffer nemen. Dit is het heffer dat u van hen moet nemen. Goud, zilver, koper, blauwpurper, roodpurper en scharlakenrode wol. Fijn linnen en geitenhaar. Roodgeverfde ramshuiden, zeekoeienhuiden en acaciahout. Olie voor de lamp, specerijen voor de zalfolie en specerijen voor het geurige reukwerk. Onyxstenen en andere edelstenen als opvulling voor de efod en de borsttas. En zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Volgens alles wat ik u zal tonen. Een ontwerp van de tabernakel, een ontwerp van al zijn voorwerpen. Zo moet u het maken. En dan vers 22. Dan zal ik u daar ontmoeten. En van boven het verzoendeksel, van tussen de twee gerubs die zich op de ark van het getuigenis zullen bevinden, zal ik met u spreken over alles wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Nou, dit is voor mij het misschien wel belangrijkste gedeelte van heel die tabernakel, van heel die ere, van heel die offerdienst.
Waar hebben we het hier over als je dit stukje samenvat? God maakt zijn verlangen bekend aan zijn volk. Hij doet dat via Mozes, de middelaar van het oude verbond. En wat is de context van dit gedeelte? Je moet goed begrijpen, Israël is bevrijd uit de slavernij van Egypte. En dat is zo bijzonder. Daar is een groep mensen, een karavaan van circa 2,5 miljoen mensen, in één nacht door God bevrijd. Hij greep in, hij zag de onderdrukking van zijn volk, dat raakte hem. Er staat letterlijk, hij hoorde het geschreeuw, de nood zag hij van zijn volk en hij kwam in beweging. Nou, je weet hoe die geschiedenis is verlopen. Geweldig indrukwekkend iets. God verlost zijn volk in één nacht. Uit de slavernij staan ze in de vrijheid. En als het goed is, weet jij daarvan te getuigen ook uit je eigen leven. En misschien is het voor jou geen moment geweest. Misschien was het meer een fase, een periode in je leven. Maar je weet één ding. Ik was blind, maar nu zie ik. Je bent overgegaan van duisternis naar licht. De bevrijding uit Egypte, dat is een beeld van onze geestelijke bevrijding uit het slavenhuis van de zonde. Verlossing uit de heerschappij van Satan. Daar is een plaatje van. Daar kan ik nu niet op ingaan. Maar Exodus 25 is het vervolg op die bevrijding. En dat is zo bijzonder. Want stel dat de Heere God Israël had bevrijd en hen vervolgens aan hun lot had overgelaten, dan wisten ze ook niet hoe ze moesten wandelen en handelen en welke richting ze uit moesten gaan, toch? Zo is het ook met ons leven. We mogen getuigen door Gods genade. Hij heeft ons bevrijd, verlost. Maar hoe nu verder? Nou, in Exodus 25 deelde God na de bevrijding uit Egypte zijn verlangen met Mozes. En dat verlangen kan je samenvatten met deze zin. Ik verlang een heiligdom. Vers 8a. Dat is de kern. God verlangt een heiligdom. Wat is een heiligdom? Een heiligdom is een plaats waar het alleen maar gaat om Yahweh, om de eeuwige. God and God alone. Zo'n plaats wil hij. Afgezonderd. Helemaal ingericht volgens zijn principes. Helemaal vervuld van de toewijding aan hem. Mag ik het eens zo zeggen? Er was geen ruimte voor het vlees. En hij wilde dat heiligdom in het midden van het volk hebben. Niet aan de zijkant van het volk, niet aan de rand van het tentenkamp. Nee, die ene bijzondere, unieke tent, Gods tent, moest in het midden staan. Nou, je trekt de lijnen wel door, toch? We zijn bevrijd. We zijn verlost. God verlangt vandaag een heiligdom. Jij bent vandaag de tabernakel van God. Ik ben vandaag een wandelende tabernakel. En hij verlangt erna dat het in jouw leven en mijn leven gaat om God en God alone. Hij wil in het midden van jouw wezen wonen. Hij verlangt een heiligdom. Nou, dat verlangen, dat werkt hij op drie manieren uit. En dat zijn de drie kernwoorden die je op moet schrijven. En als je die onthoudt, dan kan je het allemaal terugvertellen. Het is heel eenvoudig vanmiddag. Allereerst staat er in vers 8, ik wil in hun midden wonen. Dat is het eerste kernwoord. In de tweede plaats, wat lezen we in vers 22? Ik wil jullie daar ontmoeten. Tweede werkwoord, kernwoord. En het derde staat ook in vers 22 van Exodus 25. Ik wil met jullie spreken. Heel eenvoudig. Het verlangen van God is, maak voor mij een heiligdom. Dat heiligdom noemen wij een tent, een tabernakel. En met die tabernakel wil ik drie doelen gaan bewerken. Wonen, ontmoeten en spreken. En dit is zo bijzonder.
dat we dit vandaag één op één over kunnen zetten op ons leven. Wij die leven niet meer onder een oud verbond, maar onder het nieuwe verbond door de kracht van de Heilige Geest. In die zin is Gods verlangen niet veranderd, toch? Maar ik durf te zeggen, het is wel rijker geworden. Het is heerlijker geworden. Want die tabernakeldienst was een dienst op afstand. Maar wij leven na Pinksteren. En we hebben Gods geest permanent in ons. En dat brengt natuurlijk ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Nou, we gaan met dat eerste woord beginnen. En dat is het kernwoord wonen. We lazen dat in Exodus 25 vers 8. Het uiteindelijke doel van het heiligdom van God is dat hij te midden van zijn volk wilde wonen. Hij eiste die centrale plaats op midden in het woestijnleven. Wil je dat even onderstrepen? Je zou kunnen zeggen, ja, in een makkelijke, luxe, comfortabele omgeving verlang ik wel mijn leven aan hem te wijden en geef ik hem wel die centrale plaats. Maar misschien zeg je vanmiddag, Jacques, ik weet ook van woestijnervaringen. Nou, die tent, die werd meegenomen, zoals je weet. Maar die stond gewoon in de woestijn. Met alle moeilijkheden die het woestijnleven ook met zich meebrengt. En in die situatie, in die woestijn, met woestijnervaringen, zegt de Heere God, ik wil in het midden van jullie wonen. Herken je dat in je leven? Dat verlangen? Dat je zegt, Heer, als er nou tegenspoed is of voorspoed, ik geef u die centrale plaats in mijn leven. Niet alleen in de dagen dat de zon schijnt, maar ook in de dagen dat het moeilijk is. En dat het soms dat leven met u vragen oproept en worstelingen met zich meebrengt. Toch wil ik aan uw verlangen invulling geven. Ik geef u die centrale plaats. Dat de Heer Jezus niet aan de rand van je leven zich bevindt. Zo van, nou ja, dat doen we er ook nog bij. Hè? Je hebt van die mensen die zeggen, nou ja, ik zit op de schaakvereniging en ander zit op de sportvereniging. En ander zegt, ja, en ik volg Jezus erbij. Dat doe ik er ook bij. Nee, het gaat erom, God wil de centrale plaats in ons leven. Je zou kunnen zeggen, de hoogste plaats. Dus wij moeten leren om prioriteit aan hem te geven. Nu is het interessant om te zien wat maakte die tabernakel waar God in wilde wonen nou tot een heiligdom. Ik heb je gelezen in Exodus 25 over goud, over zilver, over koper, over allerlei heerlijke, kostbare, waardevolle materialen. Denk jij dat die materialen die aardse tent tot een heiligdom maakte? Nee. Wat maakte die aardse tent tot Gods heiligdom? Dat was de inwoning van God. Want later aan het einde in Exodus 40, daar lees je dat de Shechina, de wolk van de heerlijkheid, neerdaalde. En dit is een belangrijke les voor ons. Ik weet uit mijn eigen leven, ik heb een tijd lang de buitenkant opgeknapt. En daar spraken de mensen goed van. Het is toch bijzonder hè, wat er met die jongen van Brunt aan de hand is. Dat hoor je niet veel meer. Dat was de buitenkant. Maar een mooie buitenkant maakt jou nog niet tot een heiligdom. Wat maakt jou en mij tot een heiligdom? De inwoning van de geest van God. Dat maakt het verschil. En dat zie je hier ook terug. Materialen lieten slechts iets zien van Gods heerlijkheid. Maar de tegenwoordigheid van God, broeders en zusters, in ons leven, daar gaat het om. Dat wij veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Waarom? Omdat de geest van God in ons woont. Ben je er al aan gewend, of niet? We wennen zo snel aan die dingen, hè? Ik hoop dat het vanmiddag weer verwondering bewerkt in je leven. Wie ben ik? Dat mijn lichaam vandaag zijn heiligdom is. Dat hij in mij is komen wonen. Toen de Heer Jezus wegging, Johannes 14, hij zegt, de trooster die ik zal sturen, die zal bij jullie zijn en die zal in jullie zijn. En de Efezebrief benadrukt het nog een keer.
in Efeze 2 en 3 dat God vandaag in mensen woont. Jullie zijn mijn heiligdom, jullie zijn mijn tempel. Goddelijke aanwezigheid in mij. En mag ik dat ook benadrukken? De Heer wil vanmiddag niet zomaar even langskomen. Maar hij wil in ons wonen. En dat woord wonen vanuit het Hebreeuws betekent zoveel als... hij zoekt een vaste verblijfplaats. Mooi is dat, hè? Als wij soms bij iemand langs gaan, zeggen we... nou, we geven even een schop tegen de deur. En dan ga je daarna weer weg. Maar de Heere God wil een vaste verblijfplaats. Waar jij bent, daar is hij. Dat is een geweldig voorrecht. Is een geweldige zegen. Maar het brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Tegen mij zeiden ze vroeger, als je in een glazen huisje woont... moet je niet meer stenen gooien. En zo is het. Dus dat moeten we wel in de gaten houden. Hij wil in ons wonen. En de slotvraag bij dit eerste punt is... is jouw leven, is mijn leven. Maar ook letter, is dit lichaam de plaats waar God zich thuis voelt? Is dit leven wat wij leven, is dit lichaam een plaats waar de Heere God zich thuis voelt? Ik gebruik altijd het voorbeeld van een vakantiehuisje. Wij gaan niet zoveel op vakantie in zo'n vakantiehuisje, maar neem even het voorbeeld dat je naar een landbouwpark gaat of zo. En je komt in zo'n huis, daar hangt al een aparte lucht meestal. Niet helemaal jouw luchtje nog. Er staan verkeerde planten, soms kunststofplanten. De inrichting is niet zoals jij het gedaan had. Nou, ik weet nog wel dat ik daar met haar net binnenkwam. En dan merk ik, dan moet ze wennen, weet je wel. En dan merk ik, ze komt er niet in. Dan zeg ik altijd tegen haar, ga alles maar neerzetten zoals jij wil. Haal weg wat jij weg wil hebben. Soms moet je wel eens opruiming houden, hè. Er liggen soms bladen die jou de toets niet kunnen doorstaan, zeg maar. Er hangt een lucht wat nog verkeerd is. Ik zeg, ga maar koken. Ik ruim die auto wel leeg. En met dat je er dan in gaat leven, wordt het je thuis. Maar er is eerst werk voor nodig om van dat huisje je thuis te maken. Zo is het ook soms met ons leven, of niet? En het is belangrijk dat je dat ook in de gaten blijft houden. Dat God zich in ons leven thuis voelt. Dat het de plek is waar hij graag wil wonen. Hij voelt zich daar geen vreemdeling. Toets je leven daarop. Dat is het eerste kernwoord. Exodus 25. Hij wil onder zijn volk wonen. Tweede verlangen. Dat volgt daaruit. Exodus 25 vers 22. Het tweede verlangen is, ik wil mijn volk daar ontmoeten. Een andere naam voor tabernakel is dan ook tent van de ontmoeting, heel eenvoudig. Maar dit zegt iets over het vaderhart van God. En weet je, toen ik tot geloof en bekering kwam en een paar jaar later met die oude broeder die tabernakel doorging, was dit voor mij compleet nieuw. Dat het Gods verlangen is om mensen te ontmoeten. Hij is dus niet allereerst een God van wetten en regels. Maar een God van intimiteit. Nou, dat was compleet nieuw voor mij. Maar dit maakt het interessant om met de Heer te leven, of niet? De broeder die mij doopte zei altijd, als je met God leeft, beleef je altijd wat. Ja, in ontmoetingen met mensen, daar beleef je iets. Daar leer je iets aan, daar leer je iets af. En je wordt veranderd, toch? Vanuit die ontmoeting. Nou, dat is het verlangen van God. En daarom zegt die tabernakel heel veel over Gods vaderhart. Mijn gedachte, mijn beeld over wie God was, dat is bijgesteld, kan ik je zeggen. En een van de dingen waarvoor mijn ogen open gingen, was dat hij mij wil ontmoeten. En vanuit die ontmoeting wil hij mij veranderen. Stukje bij beetje, langzaam, maar wel zeker. Het is interessant om met de Heer te leven, toch? En diezelfde broeder zei, het leven met God is niet saai. En dat benadrukte hij heel vaak. Het is dynamisch. Het is niet statisch. Het is leven. En dat heeft met die ontmoeting te maken. Een heilig God ontmoet een onheilig volk. Maar dat komt straks in het tweede deel wel. Ze ontmoeten elkaar. En daarom heeft het christelijk geloof, laat dat heel duidelijk zijn, niets te maken met religie. Het geloof zoals de Bijbel ons dat leert, heeft alles te maken met relatie. Met ontmoeting.
Met intimiteit. En we komen er straks nog op. Met contact, met spreken. En daarom is het zo mooi om met de Heer te leven. Daarom is het zo rijk, verrijkend. Je gaat erdoor in je bestemming komen. Vanuit dat verlangen van God. Ik verlang een heiligdom om in te wonen. Maar ik verlang ook om ze te ontmoeten. Hij verlangt naar intimiteit. En ik moet altijd denken aan die moeder die haar zoon naar de puberteit zag groeien. En hij werd langzaam maar zeker volwassen. Maar die jongen die nam geen enkel advies van zijn moeder aan. Hij zag er een beetje sloeberig uit. Zijn haar zat altijd door de war en het was gewoon een beetje een rommelaar. En ze stimuleerde hem om eens een keer naar de kapper te gaan of naar de stad te gaan. Is wat nieuws te kopen, dat hij er een beetje fatsoenlijk toonbaar uit zou zien. Maar dat weigerde hij. En toen kreeg hij verkering met het meisje van zijn dromen. Nou, binnen no time gingen ze een dagje naar de stad toe. En wat die moeder niet voor elkaar kreeg, kreeg zij wel voor elkaar. Je moet daar nooit te ver in gaan, hoor, maar dat is even een tip die ik meegeef. Maar hij ging helemaal overstag. Dus ze zagen leuke nieuwe kleding en zeiden, joh, dat moet je aanschaffen. Ja, en die relatie, dat bewoog hem. Hè? Dus hij, goed, passen, aankoop. 2 tassen vol kwam hij thuis. En ze waren nog een kapper tegengekomen ook. Dus hij had een complete metamorfose ondergaan. Wat zijn moeder niet bereikte, bereikte zijn vriendin wel. Relatie, intimiteit, ontmoeting, contact. En ja, ze groeiden langzaam maar zeker naar elkaar toe. En dit is wat in relatie gebeurt. Dit is wat in een ontmoeting gebeurt. Ik zeg altijd, met wie je omgaat, daar word je mee besmet. En zo is geestelijk ook. En daarom vind ik het zo mooi, niet dat ik een verlangen heb om God te ontmoeten. Hij had eerder een verlangen om mij te ontmoeten, dan dat ik het verlangen had om hem te ontmoeten. Dit maakt mij zo blij. En daarom moet ik geen stille tijd houden. Ik mag het. God wil iets aan mij kwijt. Hij wil me weer ontmoeten. En dat maakt stille tijd niet tot een wet, maar tot een heel ontspannen iets. Je gelooft toch niet dat het voor die jongen een opgave was om met dat meisje een dag weg te gaan, toch? Nee, dat was een voorrecht. Daar zag hij naar uit. En het bewerkte iets wat een ander, in dit geval zijn moeder, niet kon bewerken. In Markus 3, schrijf dat hoofdstuk maar op, daar lees je iets heel bijzonders wat me een tijd geleden voor het eerst is opgevallen. De Heer Jezus roept daar zijn discipelen. En weet je, voordat hij ze erop uitstuurt, staat er een heel klein zinnetje. Hij riep zijn discipelen om bij hem te zijn. Dit is het meest vergeten aspect van discipelschap. Heel veel mensen gaan een bijbelschool volgen om uiteindelijk uitgezonden te worden. Weet je, de Heer roept jou en mij niet allereerst om naar een of andere streek in Nederland te gaan of veel verder weg. De discipelen werden in Markus 3 geroepen om bij hem te zijn. Dat is fundament. Hij verlangde die ontmoeting. En dat vind ik zo mooi, dat verlangen van God, dat zie ik gewoon van Genesis 1 tot Openbaring 22 doorlopen. Hij wil steeds die ontmoeting. Want weet je wat de Heer Jezus heel goed weet? Als ik gelegenheid krijg om mijn discipelen te ontmoeten, dan heb ik impact op ze. Discipelschap noemen wij dat, toch? Hij verlangt die ontmoeting. En dat is zo mooi. Dat hij dat verlangt om bij hem te zijn. En ik denk zelf dat dit het meest fundamentele en tegelijkertijd meest verwaarloosde aspect van discipelschap is. Om bij Jezus te zijn. Om aan zijn voeten te zitten. Ik geloof het nog sterker. 1 Korinthe 1 vers 9 zegt dat onze eerste roeping is. 1 Korinthe 1 vers 9. Gemeenschap met God te hebben. Door Jezus Christus. Herken je dit ook in je leven? Hij is niet alleen in je komen wonen, het eerste kernwoord. Maar ook dat tweede. Ik heb steeds weer een ontmoeting met hem. Ik mag die ontmoeting hebben. Ik wil die ontmoeting hebben. En ik heb ook de kracht van die ontmoeting in mijn leven ervaren.
Kijk, en daar wil ik naartoe, hè. Weet je waar we van af moeten? Van al dat moeten. Want dat hou je niet vol. Je moet het als een voorrecht gaan zien. Als een zegen, als een verrijking. En daar gaat het vanzelf. Daar gaat het vanzelf. Hij wil in ons wonen. Hij wil ons ontmoeten. En schrijf bij dit laatste punt, als laatste bij dit punt nog op de tekst uit Handelingen 4 vers 13. Handelingen 4 vers 13, daar staat een heel bijzonder getuigenis. Handelingen 4 vers 13 over Petrus en Johannes. Wat staat daar? Zij werden herkend als mensen die met Jezus samen geweest waren. Dat vind ik zo'n geweldig getuigenis. Hoe herkennen ze jou? Ja, God woont in mij. Prachtig, prijs de Heer. Maar sta jij bekend als iemand die met Jezus is geweest? Je ruikt naar hem. Je lijkt op hem. Je spreekt als hem. Dat is het, hè? Vanuit die ontmoeting. Ze werden herkend als mensen die met Jezus geweest waren. Nou, een hogere, grotere, rijkere titel kan je niet ontvangen, toch? Hoe sta je bekend? Hoe staan wij bekend? Geroepen om bij Jezus te zijn en als zodanig herkenbaar. Ik ga naar het laatste kernwoord. Ik heb dus iets gezegd. Twee redenen genoemd. Waarom denken wij na over die tabernakel in 2020? Het spreekt ons over de Heer Jezus Christus en zijn werk. En de tabernakel is een afbeelding van de hemelse werkelijkheid. Hoe God met een onheilig mens omgaat en andersom. Hoe een onheilig mens met een heilig God omgaat. Wat is het verlangen onder het oude en onder het nieuwe verbond? Ik wil te midden van mijn volk wonen. Tweede, ik wil mijn volk ontmoeten. En nu het laatste, voor de pauze. Dat is ook heerlijk. Exodus 25 vers 22. Ik wil met mijn volk spreken. Wonen, ontmoeten en spreken. Kijk, stel dat je een relatie hebt. Ik ben nu 15 jaar getrouwd. Ik heb ontmoetingen met Annette, mijn vrouw. Maar stel voor dat we in 15 jaar geen woord met elkaar gewisseld hadden. Dan zeg je, nou, ik wil aannemen dat je 15 jaar getrouwd bent. Ik wil ook aannemen dat je ontmoetingen met haar hebt gehad. Maar ga mij niet vertellen dat je niet met haar gesproken hebt in 15 jaar tijd. Dus wonen, ontmoeten, daar hoort als vanzelf ook spreken bij. En dat is ook het verlangen van God. Dat deed hij ook door die tabernakel heen. Want we lezen dat hij van boven het verzoendeksel, vers 22, van tussen de twee gerubs die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal ik met u spreken. Verzoendeksel. Daar werd bloed op gesprenkeld. Op die ene grote dag, Yom Kippur, grote verzoendag. De hoge priester sprenkelde bloed op het verzoendeksel. En als er bloed gesprenkeld was, dan was het contact mogelijk. Dat is het grondprincipe dat dit mogelijk is geworden. Er heeft bloed gevloeid. Als het offer was gebracht, het bloed was vergoten, alleen dan kon God met zijn volk in gesprek gaan. En wat een geweldige zegen. Dat wij vanmiddag tegen elkaar mogen zeggen, onder het nieuwe verbond, dat volmaakte offer is gebracht. Dat volmaakte bloed heeft gevloeid. Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht. Daardoor is het mogelijk dat God vandaag in mensen woont. Daardoor is het mogelijk dat hij vandaag mensen ontmoet. Daardoor is het mogelijk, prijs de Heer, dat hij met ons spreekt. En ik moest in de voorbereiding denken aan de bekende Billy Graham. Hij was een atheïst die wilde Billy Graham overtuigen dat God niet bestond. Nou ja, dan moest je van hoge huizen komen om hem daarvan te overtuigen, toch? Maar hij liet die atheïst fatsoenlijk uitspreken. En hij was klaar met uitspreken en hij zei, je hebt je best gedaan om mij ervan te overtuigen dat mijn God niet zou bestaan. Hij zei, maar weet je, ik heb hem vanmorgen nog gesproken.
Mijn God leeft. Hij is niet dood. Kijk, dat is mooi, hè? Dat mensen niet alleen vanuit het woord horen dat God spreekt. Door de Zoon, het vlees geworden woord. Maar dat je ook kan getuigen van dat persoonlijke, intieme contact wat je met hem hebt. Mooi antwoord, hè, van die Billy Graham. Die ging genezen allerlei argumenten noemen. Hij zegt, ja jongen, je hebt je best gedaan. Maar mijn God leeft. Ik heb hem vanmorgen nog gesproken. Beste bewijs. Ken je de Heere God als een God van nabij? Er wordt wel eens gevraagd aan mij, ja, maar hoe spreekt God vandaag dan tot mensen? Doet hij dat door dromen? Ja. Doet hij dat door visioenen? Ben ik van overtuigd. Doet hij dat door de natuur? Psalm 19 vertelt het ons. Dat is allemaal waar, maar let goed op. De Heere God heeft ervoor gekozen om specifiek tot jou en mij te spreken door het woord. Wil je het bewijs? Hebreeën 1, het eerste vers. God heeft op vele wijzen, op vele momenten, zo en zo gesproken. Maar hij spreekt in de laatste dagen specifiek tot de mensheid door de Zoon. En daarom is Bijbelstudie, prediking van levensbelang. Ik geloof ook in dromen. Ik geloof ook in visioenen. Ik geloof ook in het spreken door de natuur. Maar wij moeten niet vragen wat God allemaal kan. Wij moeten ons afvragen welk middel heeft hij verkozen om tot ons te spreken. En daar is de Bijbel heel helder in. Hebreeën 1 vers 1 zegt dat hij door dit boek tot jou en mij vandaag spreekt. Dank u wel voor een Bijbel. En Anne van der Bijl voegde eraan toe. Zolang er nog één iemand op de wereld rondloopt die geen Bijbel heeft, heb jij geen recht op twee Bijbels. Begrijp je? Zo belangrijk, zo kostbaar is dat woord van God. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord van God. Daarom ken je Bijbel. Dat is zo belangrijk. Word vernieuwd in je denken. Waar gebeurt dat? Doordat hij in mij komt wonen, mij ontmoet en met mij spreekt. Matthäus 17 vers 5, schrijf dat nog even op. Daar klonk die stem, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb, hoort naar hem. En Paulus, een ras echte Jood, die roept de gemeente in Colosse op, in Colossense 3 vers 16, laat het woord van Christus, mooi hè, hij zegt niet het woord van Jezus, het woord van de Messias, in rijke mate in je wonen. Daar heb je hetzelfde woord wonen. En wat bedoelt hij daarmee? Niet allemaal die vluchtige korte stukjes, alleen maar dagboektekstjes en zo, hoe mooi ook. Maar laat het woord in rijke mate in je wonen. Geef het woord de ruimte in je hart, in je denken. Laat het wortel schieten, zodat het woord vrucht gaat dragen in je leven. Kijk, dat is het, hè. En daarom is het ook goed om Bijbelboeken door te nemen. Om lijnen in de schrift te ontdekken. Om de lijnen van oud naar nieuw verbond te trekken. En zo de heerlijkheid van Christus tot je te nemen. En dan met het woord van de apostel veranderd te worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hoe doet God dat? Door in mij te wonen. Door mij steeds weer te ontmoeten. En die ontmoeting is soms best spannend, want hij confronteert ook wel eens. En om door en tot mij te spreken. Heel bijzonder door zijn woord. Ik ga afsluiten, dit eerste deel. Ik hoop dat je een beetje enthousiast over die tent bent geworden. Het is zo'n mooi onderwerp. God komt zo dichtbij. Hij komt in ons. Dat was het verlangen, een heiligdom. Dat is het verlangen, een heiligdom. De gelovigen individueel, wandelende tempels, wandelende tabernakels. De gemeente collectief. Zijn tempel, waardoor hij zijn heerlijkheid vandaag wil openbaren naar een wereld verloren in zonde en schuld. En daarom is de grote vraag, zijn wij een weerspiegeling van die heerlijkheid? En kennen wij dat vormingsproces waar Paulus over spreekt in Romeinen 8 vers 29? Wij zijn verordineerd, voorbestemd, niet in de allereerste plaats om naar de hemel of naar de hel te gaan. Maar wij zijn voorbestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van de Zoon. Waar de tabernakel
over spreekt. Christus in de tabernakel. De Vader wil door hem in ons wonen, ons ontmoeten en met ons spreken. Hoe bijzonder. Zullen we de Heer daarvoor danken. Vader in de hemel, als we in dit eerste lesuur hebben nagedacht over uw verlangen, dan is dat verlangen wat u uitte onder het oude verbond, wat u kenbaar maakte via Mozes aan uw volk, niet anders dan uw verlangen onder het nieuwe verbond. Maar wel mogen we zeggen dat het vele malen rijker is geworden. Het is volmaakter geworden. Vandaag uw geest, inwonend in ons hart. Heer, we danken u voor die drie kernwoorden. Waardoor u dat verlangen uitwerkt in ons leven. Wonen, ontmoeten en spreken. Heer, laat dat de vrucht zijn van deze middag. Maar van al het onderwijs wat wordt gegeven op deze Bijbelschool. Zegen dit werk. Zegen de studenten. En ik dank u dat u ook mij weer gezegend hebt deze middag met het delen van uw verlangen. Opnieuw, Heere, raakt het me wat op uw hart is. En wat u verlangt uit te werken in onze harten. En we geven u vanmiddag heel bewust de ruimte. Ga door met dat proces, o God. Maak ons een beeld van u in Jezus' naam. Amen. We denken vanmiddag na over Christus in de tabernakel. En zoals ik reeds in de eerste studie heb gezegd, we hebben gezien het verlangen van de Heere God. Ik verlang een heiligdom. Hij wil bij mensen wonen. En in dit tweede deel, deze tweede studie, willen we vooral gaan kijken naar de tabernakel zelf. En ik neem jullie in vogelvlucht mee door het tabernakelcomplex. Ik zal bepaalde dingen overslaan, maar ik wijs nogmaals op de video's die staan op mijn website. Daar kan je alles rustig na beluisteren en na kijken. Het is namelijk best veel en ik vind het best een uitdaging om aan het einde van deze overvolle dag dit nog met jullie te behandelen. Maar als je je inzet, je beijvert, zegt Petrus, om te luisteren, dan moet het lukken. Ik heb jullie een klein beetje geholpen door een aantal stencils te geven. Allereerst heb je van mij deze aanzichtkaart gehad. Dat is gewoon, denk ik, mooi om bij je te hebben. De 10 functies van het woord van God. Als je er meer wil hebben, ik heb er nog meer bij me, die kan je die meenemen om aan anderen te geven. En waar het vanmiddag specifiek even om gaat, dat is een overzicht van het tabernakelcomplex, om het zo te zeggen. Althans, de onderdelen van het tabernakel. Die zijn allemaal benoemd. En overal vind je de tekstgedeelten waar, waar het beschreven staat in de Bijbel. De benamingen die zijn soms even afhankelijk van de vertaling die is gebruikt om de onderdelen te benoemen. Maar het geeft wel een mooi overzicht, denk ik, zodat je weet waar het allemaal staat. En wat vooral belangrijk is, dat is het plaatje rechts onderin, waar die drie gedeelten van het tabernakel worden genoemd: de voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. Daar kom ik straks nog op terug. Het tweede stencil, dat vind ik zelf altijd heel mooi, dat is de schaduw van het kruis. En in de schaduw zie je dus de onderdelen van de tabernakel zichtbaar worden. En hier sluiten we straks mee af. Oké, dan kan je die straks bij mij even ophalen. Ja? Ik heb er nog voldoende. Dus hier zie je de schaduw van het kruis. En daar zijn alle attributen uit de tabernakel benoemd. En waar we straks naar gaan kijken is, waar leef je nu? Waar leef je nu voor het kruis? Leef je nu achter het kruis? Of leef je daar op de plaats waar God je graag wil hebben in zijn gemeenschap, in zijn nabijheid, in het heilige der heiligen? Nou, het is een afbeelding waar je in één oogopslag eigenlijk het totale complex inzichtelijk krijgt. Dus dit zijn twee voor mij hele kostbare documenten en die geef ik je graag vanmiddag als hulpmiddel mee. Ik lees nog één vers voordat ik ga beginnen aan dit tweede deel. En dat komt ook uit Exodus 25. Dat is altijd het uitgangspunt voor het onderwijs over de tabernakel en het nieuwe verbond. Waar staat in vers 8 en 9 het volgende. Exodus 25, vers 8 en 9. En zij moeten voor mij een heiligdom maken,
zodat ik in hun midden kan wonen. En dan vooral vers 9, volgens alles wat ik u zal tonen. Een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zo moet u het maken. Dat is de kerntekst. En waarom lees ik die nog een keer? Omdat de Heere God aan Mozes duidelijk maakte, ik heb een opdracht, ik ben de bedenker, ik ben de architect, ik neem het initiatief, maar de uitvoer leg ik in de handen van mensen. Wat een verantwoordelijkheid, hè? Wat een risico. Maar zo zie je dat God altijd samenwerkt. Hij is de bedenker en zo wordt ook vandaag de gemeente gebouwd door middel van mensen. Het is Gods gemeente, maar hij gebruikt mensen om daar inhoud, invulling en ook om dat op te bouwen. En dat is een bijzonder voorrecht dat hij ook jou en mij daarvoor wil gebruiken. Wij zijn het heiligdom en wij worden gebruikt tot opbouw van het heiligdom. Paulus zegt, wij zijn Gods medearbeiders. En nou moeten we bouwen, dat gold toen voor de tabernakel, dat geldt vandaag voor de gemeente, volgens Gods instructies. Volgens zijn principes. En daarom las ik vers 9 nog een keer. Want nu gaan we in vogelvlucht door dat complex heen. En alles wat je daar tegenkomt, is gemaakt volgens het voorschrift van God zelf. Daar mochten ze niet van afwijken. Dan was er ook zegen. Wij moeten vandaag de gemeente bouwen volgens zijn principes. Of die populair zijn in 2020 of niet, of je daardoor geliefd bent of niet, daar gaat het even niet om. Als we bouwen naar zijn principes, zal zegen ons deel zijn. Amen? Dat is belangrijk. En daarom is het woord van God zo belangrijk, omdat hij daarin heeft geopenbaard hoe hij wil dat wij zullen bouwen. En dat gold onder het oude verbond met de tabernakel, dat geldt onder het nieuwe verbond met de gelovigen, de gemeente. Nou, die drie gedeelten die ik heb benoemd op dat stensel, dat is allereerst de voorhof. En dat moet je even vasthouden. De voorhof toont ons, laat ons zien, de bekering, verzoening en dagelijkse reiniging. Als je die drie onthoudt, niet alleen voorhof, heilige en het heilige der heiligen, maar de betekenis daarvan, dan heb je de samenvatting van vanmiddag te pakken en kan je het zelf verder uitwerken. Het heilige spreekt vooral van geestelijke groei. Dat zal ik proberen duidelijk te maken. En het heilige der heiligen spreekt heel specifiek over de gemeenschap met God. We geloven in de drie eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie is het goddelijke getal. Voorhof, heilige, heilige der heiligen. En je ziet daarin ook de fases waar je doorheen kan gaan in je geestelijk leven. En daarom is het vanmiddag van belang niet om allerlei weetjes uit te wisselen alleen. Maar ik leg de vraag nu alvast in jullie midden. Waar vindt jouw leven plaats? Vindt jouw leven plaats daar ergens bij de poort? Of blijf jij hangen rondom Golgotha? Ken je het wasvat? Of zeg je ja, die ark van het verbond. Daar verkeer ik het liefst. Dicht bij het vaderhart van God. Niet dat het één minder of meer is. We gaan hier niet een indeling maken, dat is minder waardig en dat is hoogwaardig. Nee, maar ik geloof wel dat het iets zegt, dat het iets laat zien over de voortgang van ons geestelijk leven. Het zegt iets over de mate waarin we geestelijk groeien. Dat moet je vasthouden. Dus we spreken niet over meer of minder waardig, maar de Heer wil dat je verder komt dan de poort. Hij wil jou hebben in het heilige der heiligen. En dat is interessant als je het met zo'n stensel wat inzichtelijk maakt. Dat je voor jezelf helder krijgt. Hé, waar vindt mijn leven zich nou, waar vindt mijn leven plaats? Waar speelt het zich af? En dan kan je voor jezelf ook doelen stellen. Heer, ik wil verder komen in het leven met u. Ik wil opwassen, ik wil groeien naar volwassenheid. Nou, we beginnen maar gewoon bij het begin. Dat zie je op deze afbeeldingen niet. Maar als die Israëliet uit zijn tent kwam, dan zag hij als eerste die omheining van het tabernakelcomplex, waar de voorhof door werd afgesloten. Nou, dat was een witte wand eigenlijk, wit linnen doek, en dat was 2,5 meter hoog. Nou, ik ben 2 meter. Als ik mijn hand omhoog steek, dit is ongeveer 2,5 meter. Dus als je uit je tent kwam als Israëliet, dan zag je een muur van 2,5 meter hoog met een witte kleur. Nou, dat wit spreekt van reinheid, heiligheid, zuiverheid.
En je kon dus niet zomaar binnenkomen. En dan ben ik bij het volgende onderdeel, want ik moet daar snel doorheen gaan. Er was maar één ingang, er was maar één toegang en dat was de poort. Dus die omheining, die zei uiteindelijk, die verkondigde deze boodschap verboden toegang. En de een moest dus heel ver lopen door het tentencomplex heen om bij de tabernakel uit te komen. En de ander lag wat dichterbij. He, Mozes, Aaron, de levieten, die lagen allemaal voor de deur, voor de poort. Maar als Israëliet moest je soms toch best wel een stuk lopen om bij de deur, de poort, uit te komen. Op welke kant was de poort, de deur, gelegen? Op het oosten. En dat is heel interessant voor ook het einde van de studie. Waarom? Toen Adam en Eva hadden gezondigd, Genesis 3, toen werden de cherubs opgesteld aan de oostkant van het paradijs. De mens werd verdreven uit het paradijs en aan de oostkant werden er cherubs opgesteld met een zwaard in hun hand. Je komt er niet meer in, verboden toegang. En wat is het interessante? Dat God initiatief nam, Genesis 3 vers 15, de moederbelofte, maar je ziet het ook in het tabernakelcomplex terug. Daar waar wij de deur hebben dichtgedaan, daar gaat God weer een deur openen. De deur van de tabernakel, de poort was gelegen, gesitueerd op het oosten. Dit is genade van God. En zoiets, daar kan ik al blij van worden. De plaats waar ik een deur dicht doe, daar zet God hem open. Ik ben niet de eerste geweest, daar maak ik me helemaal niet druk om. Hij is de eerste. Hij is de alfa en de omega, de eerste en de laatste. Het begin en het einde. Hij is altijd de eerste. Die witte omheining zegt verboden toegang. Die poort zegt kom binnen. En die poort was 10 meter breed. Een brede poort, of niet? De nodiging gaat uit. Komt allen tot mij. Die vermoeid en belast zijn. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En laat ik die tekst toch specifiek noemen. Johannes 10, vers 9. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. Er zijn dus niet meerdere ingangen, meerdere poorten in dit complex. Er is maar één poort. Er is maar één ingang. Er is maar één deur. Er is maar één weg tot de Vader. En dat is niet via allerlei wegen kom je bij de Vader uit. Via Mohammed en via Boeddha. Via Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Wie door mij naar binnen gaat, die zal behouden worden. Een brede deur. De mensheid is welkom bij God. Hij nodigt. En die deur, die had 4 kleuren. En die kleuren kom je steeds tegen in heel het tabernakelcomplex. Ik ga ze 1 keer noemen. De eerste kleur is de kleur wit. Die heb ik reeds besproken. Reinheid. Zuiverheid. Heiligheid. De gerechtigheid van de Heer Jezus. Daar was die omheining van. Maar in de deur komt die kleur wit ook weer terug. De tweede kleur die we in die brede, prachtige deur zien is de kleur blauw. Ik ben met de Statenvertaling opgevoed. En die heeft daar vertaald hemelsblauw. En dat is wel mooi. Want dat blauw wijst naar de hemel. De plaats waar God woont en waar God troont. De kleur blauw wijst op de hemelse afkomst van de Heer Jezus. Hij is de totaal andere. Hij kwam van boven naar beneden. De oplossing kwam van boven naar beneden. Dus blauw spreekt over hemelsblauw. De derde kleur die in de deur en in veel meer onderdelen en ook in de kleding terugkomt, is de kleur rood en dan wel scharlaken. En scharlakenrood spreekt van reiniging en vergeving. Redding door Jezus' bloed. En we denken dan natuurlijk aan Jozua 2, waar Rahab de hoer dat scharlakenkoord uit het raam liet zakken, waardoor zij en haar familie werden gered. Daar zie je ook dat scharlakenrood terugkomen, Jozua 2. De scharlakenrood spreekt van redding. En heel specifiek
door het bloed van Jezus. En de vierde kleur, de laatste kleur die we hier tegenkomen, is de kleur rood en dan wel purperrood. En zoals u weet is dat een dieprode of een paarsachtige kleur. En die spreekt van koninklijke heerschappij van de Heer Jezus. Lydia, de purperverkoopster, had veel geld. En dat had te maken met dat die purperen kleding, dat was een luxe artikel en werd verkocht aan koningen en hooggeplaatsten. Rood purper spreekt dus van de heerschappij, de koninklijke heerschappij van de Heer Jezus. Nou, wat ik duidelijk wil maken is dit. Die deur is breed, 10 meter. Die deur heeft 4 kleuren. En al die kleuren zeggen iets over de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Nou, als je die kleuren bestudeert en verder uitwerkt, dan zeggen we, Heer Jezus, er is niemand zoals u. Hem hebben we nodig. In al zijn heerlijkheid. In al zijn waardigheid. Hij is noodzakelijk om te kennen. Nou, als we dan de deur binnen zijn gegaan, nogmaals, ik ga er vlot doorheen, dan loop je tegen een enorm altaar aan. Dat noemen we het brandofferaltaar. Het brandofferaltaar. En dat altaar, dat was wel 2,5 meter bij 2,5 meter en 1,5 meter hoog. 2,5 meter bij 2,5 meter. Waarom zeg ik dat? Om technisch te doen? Nee. Er konden grote offerdieren op. Een stier kon ook geofferd worden. Maar een klein offerdiertje kon er ook op. Ja, dus grote en kleine offers konden op dat altaar worden gelegd. Maar wat is nou het bijzondere van dat altaar? Dat geloof je bijna niet, maar dat altaar was van hout gemaakt. Acaciahout. Wie gaat er nou een altaar van hout maken? Een altaar waar heel de dag het vuur op brandt. Maar het was overtrokken met koper. Hout is in de Bijbel een beeld van de mens. Jesaja 53. Daar zien we iets van dat hout, dat reisje dat zal voortkomen. Die afgehouwen tronk. Hout is een beeld van de mens. De Heer Jezus is mens geworden. God is mens geworden in de persoon van de Heer Jezus. Koper is een beeld van kracht. Nummer 16. Daar lezen we over koper dat het oordeel van het vuur doorstaat. Het vuur van het oordeel doorstaat. Je voelt wel aan, een altaar van hout, overtrokken met koper. Daarin zien we iets terug van de mens, de Heer Jezus Christus, en tegelijkertijd het feit dat hij God was. Hij is 100% God, hij is 100% mens. Hij was de enige die het oordeel van God heeft kunnen doorstaan. En dat is zo geweldig, dat altaar. Wij betrekken het vaak alleen op de zonde. Ik kan nu niet alle offers behandelen. Maar er werden natuurlijk niet alleen offers gebracht wat met die betrekking hadden op de zonde. Er werden ook brandoffers gebracht, hè? Vrijwillige offers, aanbiddingsoffers, noem maar op. Maar heel specifiek wil ik toch even dat accent leggen. Daar werden offers gebracht ter verzoening, bedekking van de zonde op dat altaar. Het spreekt dus ook van Golgotha. En heel veel offers werden gebracht op een verhoging. Denk aan de berg Moria, waar Abraham zijn zoon ging offeren. Op een verhoging, een verheven plaats. En op dat altaar waren 4 hoornen bevestigd. En dat is heel mooi. Dat is noord, oost, zuid en west. En als het offer gebracht werd, dan werd er bloed gesprenkeld aan de hoornen van het altaar. En de boodschap is dat het bloed van Jezus Christus kracht heeft tot aan de uiterste einden van de aarde. Geweldig. Noord, oost, zuidwest. En daarom moet die prediking ook uitgaan van verzoening. Er is een offer gebracht, volmaakt, voor eens en altijd, door de persoon van de Heer Jezus Christus. Mooi, hè? Als je mag zeggen, ik heb geknield bij het kruis van Jezus. En mijn keuze is gedaan. Dat was brandoffer. Het volgende wat we tegenkomen, als je er nog bij bent, dan weet je dat we nu het wasvat gaan zien. Dat zie je mooi op die afbeeldende schaduw van het kruis. Nu moet je dit goed onthouden, dat wil ik toch gezegd hebben. De gemiddelde Israëliet, luister goed, kwam niet verder dan het brandofferaltaar. Dat is heel belangrijk.
die mocht met zijn beestje, je moest altijd wat meebrengen, hè? Bijvoorbeeld een offerdier. Die moest daarmee naar de priester gaan, hij moest het zelf slachten, er werd belijdenis gedaan en de priester die offerde het dan. Maar tot het brandofferaltaar en daarna ging die weer het heiligdom uit, om het zo te zeggen. Achter het brandofferaltaar deden de priesters en de hoge priester hun werk. Andere personen kwamen daar niet. Ik hoop dat er al een lampje bij je gaat branden. Dat jij en ik vandaag veel verder mogen komen dan Golgotha. Maar helaas komen heel veel christenen niet verder. Dat is zo verdrietig. Want dat is het oude verbond. Toen mocht de Israëliet niet verder als een brandofferaltaar. En de rest werd gedaan door priesters en hoge priester. Maar wij mogen veel verder gaan. Maar wat vreselijk als je wel verder mag komen, maar je er geen gebruik van maakt. Dit moet je alvast maar meenemen. Na het brandofferaltaar komen we het wasvat tegen. Met wat ik net gezegd heb, moet er nu bij jou een kwartje vallen. Voor wie was het wasvat dus bestemd? Voor de priesters en de hoge priester en niet voor de Israëlieten. Dat betekent dat als de Bijbel in de Petrusbrief en het boek Openbaring zegt dat jij en ik een koninkrijk van priesters zijn, dat wat toen niet voor de gemiddelde Israëliet van toepassing was, is vandaag wel voor jou en mij van toepassing. Wij zijn een priestervolk. Hé, ik heb gebogen bij het kruis van Jezus, ik heb mijn zonde beleden, maar waarom dan toch nog een wasvat? Nou, dat had niet te maken met het bewust kiezen voor de zonde van die priester. Maar wat gebeurde er? Die tent stond in de woestijn, in het zand. Het was daar warm, ik weet niet of je wel eens in de woestijn bent geweest. Het was daar warm, het was zweten, het was werken. Dus al werkende, al levende, werd je bezoedeld. Niet dat je bewust de zonde opzocht, maar je nam je roeping serieus. Je leefde in je bestemming en toch werd je bezoedeld. Herken je dat in je leven? Ik zoek de zonde niet meer op, maar ik moet soms dingen horen als nieuwtestamentische priester en dingen zien die ik helemaal niet wil horen en die ik helemaal niet wil zien. Maar ondertussen word ik wel bezoedeld terwijl ik als priester mijn weg door deze wereld ga. Herken je dat? Dan is er een wasvat. Waar die priester en die hoge priester zich gingen wassen voordat ze het eigenlijke heiligdom ingingen, of voordat ze gingen dienen bij het altaar. Dus die man was altijd met wassingen bezig. Het was heel de dag wassen. Als hij naar het altaar ging wassen, als hij het heiligdom in ging wassen. Wassen, wassen, wassen. God wil een rein en zuiver volk, ook vandaag. Toegewijd aan hem. Oh ja, zeker. Bij de inwijding tot het priesterschap werd hij 1 keer volledig gewassen. Maar in het doen van zijn werk, het uitvoeren van de taak, werd hij steeds opnieuw gewassen. Er is dus een eenmalige reiniging. En er is dus een dagelijkse reiniging. Als je dat na wil lezen, Efeze 5, vers 25 tot 27. Daar wordt gesproken over het waterbad van het woord. Heerlijk om dat woord tot je te nemen, hè? Met denken wordt niet alleen vernield. Ik word ook weer verfrist. Want hoe snel worden we niet bezoedeld door dat wat er om ons heen gebeurt? De Heer heeft ook overal aan gedacht. Dat klopt. Hij heeft overal aan gedacht. Er zijn voorzieningen. Nou gaan we een stapje verder. Want we hebben nu de omheining gehad. Ik zou er normaal gesproken nu een paar uur over gedaan hebben om dit helemaal uit te diepen. Hè? Ik ga in vogelvlucht. Het kan eigenlijk geen eens. We hebben de omheining gehad. We hebben de poort gehad. We hebben het brandofferaltaar gehad. We hebben het wasvat gehad. En nou gaan we het eigenlijke heiligdom in. En dat is het heilige. Nou kan ik een fantastische boodschap brengen over het dak van de tabernakel, maar vanwege de tijd slaat ik dat over. Dat dak had 4 dekkleden. En al die dekkleden spreken van de Heer Jezus. Maar daar heb ik geen tijd voor. Luister deze boodschap na. Er is in series die ik heb gehouden een jongeman tot geloof gekomen door het dak van de tabernakel. Is dat een wonder of niet? Dat zou nou het laatste zijn waarvan je denkt, daar kom ik door tot geloof. Ja, dat brandoffer, daar kan je iets bij voorstellen. Deze jongeman kwam tot geloof door de uitleg en de toepassing van het dak van de tabernakel. De 4 dekkleden die spreken over de Heer Jezus. Fantastisch. Maar we gaan het niet doen vanmiddag. Waar ik even naartoe wil,
De wanden van de tabernakel. De wanden van de tabernakel. Die wanden waren ook gemaakt van acaciahout. En het is eigenlijk dwaas dat die, enerzijds dan, dat die wanden van acaciahout waren gemaakt. Net als al die altaren en andere attributen. Waarom? Nou, acaciahout, die bomen, acaciabomen, het overgrote deel van die boom zit onder de grond. Dus het is een hele klus om die uit de grond te halen. Daarnaast hebben die acaciabomen een heel uitgebreid wortelgestel en een wollige kruin. En daarbij moet ik ook zeggen, ze hadden toen nog geen makita's, zeg maar. Dus het was een hele klus om zonder machines die bomen uit de grond te halen en vervolgens te gaan bewerken. Want het moesten nette, strakke panelen worden die naast elkaar stonden en de wand van de tabernakel vormden. En de Heer zei, die bomen moet je nemen. Ja, maar, nee, die bomen moet je nemen. Exodus 25, vers 9, conform mijn voorschrift. Ga er maar aan staan. En die panelen, die wanden, zijn een beeld van jou en mijn leven. Want wij zijn vandaag samen het heiligdom. We staan schouder aan schouder. Je zal zeggen, ja, maar wacht, Jacques, ik voel de toepassing al aankomen. Je gaat die wollige kruin toch niet op mij toepassen? Die ga ik ook op jou toepassen. Wat waren we verward in ons denken, of niet? Toen we Jezus leerden kennen, kregen we licht in ons denken. Gaf God licht over ons leven. En ons denken wordt voortdurend vernield. Onze kruin wordt vernield. En ons wortelgestel? Nou, dat ging heel radicaal. Je werd afgesneden van die eerste Adam, toch? Losgemaakt. En geënt op die laatste Adam. Wie is dat? Dat is de Heer Jezus. Dag, oud wortelgestel, dat ligt gewoon daar. Dat wordt weggegooid, de kliko in. Want die oude wortel bracht ook een verkeerde vrucht. Daar sta je dan. Kruintje eraf. Wortels eraf. Je wordt gezaagd en je wordt geschaafd. En met dat de Heer aan het schaven is, kwam hij in mijn leven, althans in dat van jullie niet, allemaal knoesten tegen. Dat maakt het schaven niet gemakkelijk. Daarbij is acaciahout ook heel hard hout. En toch zag God het zitten. Hard karakter. Veel knoesten. Heer, ziet u het zitten? Ik zie het zitten. Kruin eraf, wortelgestel eraf. Ik ga jou schaven. Ik ga jou maken tot een paneel. En ik overtrek je met goud. En goud is een beeld in de Bijbel. Lees het boek Openbaring maar. Van Gods heerlijkheid. Je herkent je niet meer. Nee, dat klopt. Ik ben ook een nieuwe schepping. 2 Korinthe 5. Je bent een heel nieuw mens geworden. Er is niet maar iets aan je veranderd. Nee, dat klopt. Ik ben een totale nieuwe schepping. En ik heb het voorbeeld vaker gebruikt. Hier spreek ik in de serie vaak heel uitgebreid over. Ik heb ooit van een stel een hangertje gekregen van zo'n paneeltje voor aan je ketting. Nou, heb ik geen ketting. Maar ik gebruik het voorbeeld. Heel veel mensen hebben een kruis aan de nek hangen. Of een Davidster of een menorah. En dan zei je zijn oude broeder, weet je wat, als je nog eens een goed gesprek wil, dan moet je van dat paneeltje bij de juwelier eens een hangertje laten maken. Zo'n goudpaneeltje. En dat staat ook nog op een zilveren voet. Dat is een beeld van verzoening. Zilver is in de Bijbel een betaalmiddel. Denk aan Jozef. Denk aan Jezus. Dus wij zijn ook gekocht en betaald met het bloed van Jezus. Wij staan op een zilver fundament. Daar sta je. Niet zomaar in de woestijngrond, maar op een zilver fundament van verzoening. En van dat paneel kan je een hangertje maken. En dan zegt je collega, wat heb jij aan je ketting hangen? Ga even zitten. Dit is mijn nieuwe leven. En ik zal je ook uitleggen hoe dat er eerst uitzag. Nou, dan heb je een boodschap te pakken, toch? Het is maar een tip. Misschien dat je maandag gelijk aan de slag gaat. Maar daar sta je dan. Niet voorovergebogen, niet naar beneden. Nee, die panelen moesten rechtop staan op een zilveren voet. In de woestijn. Daar sta je te blinken. En daar staat een broeder of zuster naast je. En samen vormen wij dat geestelijke huis waar God zijn intrek in heeft genomen. Het is toch onvoorstelbaar dit? Dit heet genade. Dit is trouw van God. Dit heeft te maken met geduld van God. Hij vormt en kneedt ons zodat het allemaal past. En dat het ook nog sierlijk is. Uitstraling heeft. Dit vind ik bijzonder. Dat ik deel heb gekregen aan Gods woning. Dat ik deel
ben geworden van die woning. Nou, we gaan vlug naar binnen toe. Dan kom je in het heilige 3 attributen tegen, die zie je ook staan. Als eerste de menorah. Naar mijn overtuiging, maar daar mag je anders over denken, is dit het meest Bijbelse symbool. Dit kom je al in Israël tegen bij alle opgravingen. En dit is ook aan het begin van de Bijbel al aan ons bekendgemaakt. De menorah, ofwel de 7-armige kandelaar. En dat vind ik iets heel moois. Want je moet weten dat in die tabernakel, in dat eigenlijke heiligdom, zaten geen ramen, geen vensters. Het enige licht kwam van die menorah af. 7 lampen. De 7 geesten van God. Je kan dat in het boek Jesaja allemaal nalezen. Die 7 geesten voor de troon van God. Die hebben allemaal een eigen betekenis. Maar dat voert nu te ver. Ik geloof dat die menorah, die uit 1 klomp goud is geweven. Je hebt de schacht en daarnaast de 6 armen. Uit 1 klomp zuiver goud gemaakt. Die spreekt van 4 dingen. 4 beelden. Allereerst, God is licht en in hem is gans geen duisternis. De menorah spreekt van God zelf. 1 Johannes 1 vers 5. Prachtig. Die menorah spreekt ook van Israël. Daarom hou ik van dit symbool. Jullie hebben natuurlijk ook allemaal liefde voor Israël. En gebed voor Israël. Dat hoort er helemaal bij. Het spreekt van Israël. Jesaja 42 vers 6 leert dat namelijk. Israël is geroepen, uitverkoren, om licht te zijn voor de heidenvolken. En zeg nu niet, nou daar hebben ze niet zoveel van gebakken tot op heden. Nou, het boek wat jij op je bureau hebt liggen of op je schoot, dat is een Joods boek. Dat heb je aan hen te danken. Zijn ze al tot zegen geweest of niet? Jazeker. Licht voor de heidenvolken. Jij en ik hebben de Bijbel ontvangen via hen. We hebben licht ontvangen. De derde betekenis, nou dat is natuurlijk de Heer Jezus zelf. Johannes 12, vers 46. Ik ben het licht van de wereld. Dus we hebben, het is een beeld van God, het is een beeld van Israël, het is een beeld van Jezus. En het laatste wat ik erover wil zeggen, ik moet kort zijn nogmaals. Het is een beeld van de gelovigen. Efeze 5, vers 8. Jullie zijn kinderen van het licht, wandel dan als een kind van het licht. 4 beelden waar de menorah van spreekt. Hij staat op je blad, hè? Dan gaan we naar de tafel van de toonbroden. Hoeveel toonbroden lagen er in het heilige? Dat waren er 12. Alle 12 stammen van Israël waren vertegenwoordigd in het heilige. Voor elke stam 1 brood. En die broden getuigen van Gods trouw, van zijn goedheid, van zijn zorg voor het volk. En het is interessant dat die toonbroden op de Shabbat werden verwisseld. Dan was het voedsel voor de priesters en er werden de nieuwe toonbroden neergelegd. Blijkbaar een lange houdbaarheidsdatum. Dat was het eerste wat mijn zonen tegen me zeiden toen ik hierover sprak. Hoe zit dat dan met die houdbaarheid? Nou, blijkbaar lange houdbaarheidsdatum. Dus het was ook nog voedsel voor de priesters. Toonbroden. Die priesters werden erdoor gevoed en door gevormd. Mooi, hè? En wat zijn wij vandaag? Wij zijn priesters onder het nieuwe verbond. Wij hebben de Heer Jezus, het levende brood, tot ons genomen. Hij vormt ons. Hij voedt ons. Hij verandert ons, zodat we toonbaar zijn voor de Vader. Hier zijn ze. Degene die u mij hebt gegeven. Johannes 6 spreekt over de Heer Jezus als het levende brood. En ik heb gezegd dat tweede deel spreekt over geestelijke groei, het heilige. En dat zie je hier al ontstaan. Hè? Het licht van God is in ons gekomen. Laat dan uw licht zo schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken zien. Het brood van God is uit de hemel neergedaald. De Heer Jezus, we nemen het tot ons en we worden gevormd en gekneed naar zijn beeld. Geestelijke groei. En nou het derde attribuut in het heilige. Dat is het reukofferaltaar. Dat is een altaar, daar kan je een avond mee vullen. En ik moet het maar in een paar minuten doen.
Ik vind het wel interessant dat het reukofferaltaar in het gedeelte van het heilige staat en spreekt van geestelijke groei. Waarom benadruk ik dit? Nou, het gaat hier om de gebeden van de heiligen. Je wil het bewijs natuurlijk. Psalm 141 vers 2 en Openbaring 8 vers 3. Psalm 141 vers 2 en Openbaring 8 vers 3. Het reukofferaltaar is een beeld van de gebeden van de heiligen, van de gelovigen. En wel heel specifiek schrijft dat op de dienst van aanbidding. En het interessante is dat hier geen dieren meer werden geofferd, maar hier werden kruiden, wierook, geofferd. Wierook steeg op tot voor Gods aangezicht. En waarom benadruk ik dit? Het gaat hier over de gebeden van de gelovigen, maar wel heel specifiek dit aspect van gebed, aanbidding. Zou je dat onthouden? Dat wil zeggen dat we de Heer iets aanbieden. Als ik vandaag aan jou vraag, heb je gebeden vandaag? Nou, dan zeg je natuurlijk heel anders, ja zeker. Sowieso gedankt voor het eten, gebeden. Gebeden voor een goede studiedag, voor de lezing die zouden worden gebracht. Maar mijn andere vraag is, heb je vandaag ook al aanbeden? Je zegt, dat is toch allemaal hetzelfde? Nee. Aanbidding is een aspect van gebed. En ik heb ooit in de gemeente 7 avonden over gebed gehouden, gesproken. En dan sprak ik 3 kwartier, dan gingen we pauzeren. En dan gingen we na de pauze dat praktiseren wat ik had onderwezen. Nou, smekingen, daar konden de meesten wel weer meekomen na de pauze. Maar toen gingen we aanbidden na de pauze. Gewoon vertellen, de Vader vertellen wie de Heer Jezus is. Ik zeg, we gaan nou eens niet beginnen met wilt u dit en wilt u dat. Daar stoppen we mee. We gaan de Heer aanbidden. En die oudste die dacht, nou laat ik nou eens het voortouw nemen. Dan neem ik de rest van de gemeente mee. Dus nou ja, ik wachtte, ik liet de ruimte voor open gebed. Die oudste begon, weet je wat hij zegt? Wilt u? Ach, zei hij onder zijn gebed. En iedereen schoot een beetje in de lach. Dat was natuurlijk een beetje een vreemd moment. En toch vond ik een heel bijzonder moment. Iedereen voelde, wat zit het er diep in, hè? Om als je met God gaat spreken, te beginnen met wilt u dit, wilt u dat. Maar dat had ik niet onderwezen die avond. We zouden het over aanbidding hebben en we zouden na de pauze de Heer gaan aanbidden. En niet beginnen met wilt u. Nou, ik denk dat hij het daarna nooit meer heeft gedaan. Begrijp je wat ik bedoel? Soms zitten patronen er zo in. Hoe komt dat? Wij vinden het moeilijk om de Heer iets aan te bieden. Aanbidding is dat je de Vader vertelt wie de Zoon voor je is. Daar wordt hij blij van. Jozef's broers die kwamen bij hem. En wat zei Jozef? Ga naar vader Jacob terug en vertel over mijn rijkdom en mijn heerlijkheid. Dat zal vader Jacob blij maken. Vertel de Vader wie de Zoon voor je is. Jozef is een type van Jezus. De Heer iets aanbieden, niet om wat hij geeft, maar om wie hij is. En geloof me, als die priester met zijn lange gewaad bij dat reukofferaltaar was geweest, dan rookt hij naar de wierook, toch? En hij ging naar buiten en je kon weten, je kon ruiken waar hij mee bezig was geweest. Hij was in aanbidding geweest voor de Allerhoogste God. Waar ruiken wij naar? Merken mensen aan ons dat wij een leven van aanbidding leiden? Nee, ik heb het niet over wat op zondag of zaterdagochtend op het podium gebeurt, maar een leven van aanbidding. Dat God de hoogste plaats in je leven krijgt. En dat je hem die hulde, die eerbied, die hem toekomt. Niet alleen om wat hij geeft, maar eerst en vooral om wie hij is. Het is een prachtig altaar om veel over te zeggen, maar we moeten door. Ik ga naar het heilige, de heilige, daar sluiten we mee af. En helaas sla ik ook het voorhangsel over. Dat is jammer, er valt veel over te vertellen. Want op die omheining stond verboden toegang. Hè? Maar toen Jezus de geest gaf, scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. Niet in de tabernakel, maar in de tempel. Maar wel dit beeld. De toegang tot de Vader is opengegaan. Je bent van harte welkom. En daarom is het zo wonderlijk. De Israëliet kwam niet verder dan brandofferaltaar. Jij en ik mogen in het heilige der heiligen komen. Veel verder. Het nieuwe verbond is veel rijker dan het oude. Ik ben blij dat ik vandaag leef. En niet in de dagen dat Jezus rondwandelde op aarde. Want toen was dit min of meer nog een verborgenheid. Begrijp je wat ik bedoel? Het is alleen maar rijker geworden sinds Jezus is vertrokken. En hij heeft zijn geest gegeven. Dit is zo belangrijk om te zien. Dat je niet in het oude, in rituelen en schaduwen blijft hangen, maar dat je verder gaat naar de werkelijkheid en daaruit leert leven. Nou,
Ten slotte, nog een paar minuten over de Ark van het Verbond. De tabernakel in vogelvlucht. Eigenlijk is het afbreuk doen aan de heerlijkheid van God. Weet je dat? Maar goed, het is jullie verantwoordelijkheid. Om zelf die 7 studies te lezen. Het laatste attribuut wat we in het tabernakelcomplex tegenkomen is de Ark van het Verbond. Ook gemaakt van acaciahout, overtrokken met goud, et cetera, et cetera. Dat zal ik niet steeds herhalen. Maar het is wel belangrijk dat je dit helder hebt. De Ark van het Verbond was het zichtbare, tastbare teken dat God aanwezig was onder zijn volk. Het was een teken van Gods tegenwoordigheid. En het is een beeld van de troon van God. Maar nou is het niet meer een oordeelstroon, maar een genadetroon. Er is bloed gesprenkeld. Het bloed der verzoening. En het is interessant als het in de Hebreeënbrief over het verzoendeksel gaat, dan staat daar in het Grieks hetzelfde woord als Paulus gebruikt in Romeinen 3 vers 23, als hij spreekt over dat de Heer Jezus is aangewezen als middel tot verzoening. Dat is hetzelfde woord. Het gaat dus over de Heer Jezus, die de weg vrijgemaakt heeft tot de troon van God. En dat is nu een genadetroon. En wat lag er in die kist? Wat lag er in die ark? Want een ander woord voor ark is gewoon eenvoudig kist. 3 voorwerpen. Ik ga ze allemaal niet benoemen. 1 haal ik eruit, omdat die heel belangrijk is. Die andere ook, maar wat minder bekend die ene. De gouden kruik met manna. He, daarin zien we dat de Gods trouw terugkomt. Hij die dagelijks zorgde voor manna uit de hemel. Gods trouw, Gods zorg, zijn bescherming voor zijn volk. In de tweede plaats de stenen tafelen. De wet, de Torah, de levensinstructie. Niet boven het bloed, maar onder het bloed. De Heer Jezus is de vervulling van al die dingen. En het nieuwe verbond leert mij, het is niet meer een wet die van buiten naar binnen werkt, maar van binnen naar buiten, want de wet van God is onder het nieuwe verbond in mijn hart geschreven. Wat een ontspannen leven. En de wet is gegeven aan een verlost volk. Zou je dat onthouden? Israël was verlost uit Egypte. Pas toen ontvingen ze de wet. Wij worden niet verlost door het doen van de wet. De wet werd gegeven na de bevrijding uit Egypte. Het is de levensinstructie, de Torah, de onderwijzing. Niet beknellend, niet benauwend, maar het leidt tot een leven dat is tot eer van God en jij komt tot je bestemming. En het laatste, dat was de staf van Aaron die gebloeid had. En voor jezelf moet je dit hoofdstuk even opschrijven, nummer 17. Daar gaat het over een situatie van het volk van Israël. Het was de staf van Aaron. Wie was Aaron? De eerste hoge priester. Mooi hè? Flavius Josephus zegt, tot de Heer Jezus, tot op de tijd van de Heer Jezus waren er 83 hoge priesters. 83. En hij zegt, wat die 83 niet hebben kunnen bewerken, deed die ene eens en voor altijd. Wie is dat? De Heer Jezus. Maar Aaron was de eerste hoge priester. En zijn staf had gebloeid. Nou, wat was er aan de hand? Er was onder Israël discussie. Wie is hier de baas in de taal van 2020? Wie heeft het hier voor het zeggen? Nou, dat is vandaag nog zo in de gemeente, toch? Veel haantjes. Wie heeft het hier voor het zeggen? Wie bepaalt? Dat was toen ook al zo. De Heer Jezus, hij is het hoofd van de gemeente. Het gaat erom dat we ons vrijwillig aan hem onderwerpen. En wat deed de Heer nou in het oude, onder het oude verbond in nummer 17? Hij gaf de opdracht dat alle stammen een staf bij het heiligdom neer moesten leggen. En de staf die zou bloeien, dat zou de persoon zijn, hè, van wie die staf was, die zou de autoriteit, die zou het gezag ontvangen. En wat gebeurde van al die staven, zeg ik dat goed, die daar lagen, bloeide de staf van Aaron. En daarmee wist het volk, nummer 17, lees dat allemaal maar na, de autoriteit, het gezag is gegeven aan Aaron. De rest van het volk moet zwijgen en zich onder zijn gezag gaan stellen. Vrij willig. Zo was het opgelost. De staf van Aaron die gebloeid had. En die lag ook in de Ark van het Verbond. Israël wist dus heel goed, wie heeft het gezag hier? Dat is degene
die van God gezag heeft ontvangen. En als we dat vertalen naar ons leven, dan hoor ik die stem uit de wolk. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik welbehagen heb. Hoort naar hem. Wie heeft vandaag het hoogste gezag in de gemeente? Dat is de Heer Jezus zelf. Hij het hoofd, wij het lichaam. En ik hoop dat je dit herkent in je leven. Dat je je vrijwillig onderwerpt aan zijn onderwerp, aan onderwijs. Aan zijn gezag, aan zijn principes, aan zijn autoriteit. Omdat je van één ding diep overtuigd bent. Het kan mij nergens beter gaan dan onder de schaduw van zijn vleugels. Mijn leven is met Christus verborgen in God. Heer Jezus, hier bent u. U bent de Heer van mijn leven. U bent niet alleen mijn heiland, mijn heelmeester, mijn redder. Maar u bent ook de Kyrios. En ik heb ervoor gekozen niet alleen om te knielen aan de voet van het kruis. En u als lam te aanvaarden ter verzoening van mijn zonde. Maar ik heb ook geknield en gezegd, Heer Jezus, ik wil dat u ook mijn Heer bent. Degene die mijn leven bepaalt, die het hoogste gezag heeft. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Ik sluit af. Die tabernakel, dat hele complex. Ik eindig waar ik mee begonnen ben. De voorhof toont ons de bekering, de verzoening en de dagelijkse reiniging. Ik heb het proberen te duiden, heel kort. Het heilige spreekt van geestelijke groei. Licht, brood, aanbidding. En het heilige der heiligen spreekt, zoals het stencil je laat zien, eigenlijk het einddoel, de gemeenschap, de intimiteit met God. Waardoor ik veranderd ga worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. En daarom tenslotte een vraag. Als jij nou vanmiddag moet aangeven op die afbeelding van het kruis waar jouw leven plaatsvindt. Waar zou jij dan een kruisje of een cirkel zetten? Waar speelt jouw leven af? Ben jij iemand die bij de deur blijft hangen en blij bent dat je met de hakken over de sloot binnen bent? Ben je iemand die rondom Golgotha blijft hangen? Of ben je iemand die zegt, ik ben dankbaar voor de Heer Jezus als de deur. Ik ben dankbaar voor dat volkomen verlossingsvers op Golgotha, waardoor ik gerechtvaardigd ben en God weer recht in de ogen, rechtvaardiging, recht in de ogen kan kijken. Maar ik verlang naar geestelijke groei, naar volwassenheid, naar opwas in genade en kennis. Ik wil dieper doordringen tot in het hemels heiligdom. Ik wil leven dicht bij het vaderhart van God. De weg is vrij. Alle blokkades, hindernissen zijn door de Heer Jezus weggenomen. En ik geloof persoonlijk dat God je wil geven naar de mate dat je gelooft. Naar de mate dat je in geloof ook stappen zet om die weg met hem te gaan. En om de keuze te maken om niet bij de eerste beginselen te blijven hangen, maar om tot de volwassenheid te groeien. Zullen een moment stil worden voor de Heer. Waarin je voor jezelf tegen hem iets zegt van, Heer, mijn leven bevindt zich hier. Maar ik heb vanmiddag iets gehoord over uw heerlijkheid. Ik wil verder groeien. Ik wil stappen zetten in het leven met u. Hij is het die dat door jou heen uit wil werken. Maar hij wil een gewillig hart. Een verlangend hart. Strek je dan naar die volheid uit, ook deze middag. Vader in de hemel, aan het einde van deze bijbelschooldag, deze studiedag, willen we u zo danken, Heer, dat we zoveel van u hebben mogen ontvangen. Deze ochtend, als het ging over opwekking. En ik hoop dat het ons verlangend heeft gemaakt dat u vandaag uzelf opnieuw zo krachtig zou openbaren. En dat we ook in ons land, in de plaats waar we wonen, in de gemeente waar we deel van uitmaken, iets van opwekking mogen meemaken, dat we er ook voor in gebed zullen gaan en ons daarna uit zullen strekken. U bent dezelfde
U bent een God van wonderen. En we hebben vanmiddag ook iets gezien, dat u een God van genade bent, van barmhartigheid, van trouw en van geduld. U heeft een groot werk gedaan in en door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Waar de tabernakel een afbeelding van is. En we hebben elkaar hierin mee proberen te nemen. Die rijkdom. Allereerst uw verlangen. Toen en vandaag. En ook hoe u dat verlangen uitwerkt in het tweede deel. Heer, we zijn rijk gezegend. En misschien zit ons hoofd wel vol. Met kennis. Met waarheden. Maar laat het ook zo zijn dat we met een vol hart, een brandend hart, naar huis zullen gaan. Omdat we over de Heer Jezus gehoord hebben vanuit Mozes, vanuit de schriften. En het gevolg daarvan is het brandende hart waar we vanuit mogen delen. Heer, zegen dit woord. Werk het uit in onze levens, Heer. Misschien waren we aan sommige dingen nog niet toe. Er zijn sommige dingen nog niet makkelijk tot ons te nemen, maar andere dingen wel. En leer ons dan om die dingen tot ons te nemen. U daarvoor te danken, die behapbaar zijn. Op dit moment in ons leven, daar waar ons geestelijk leven plaatsvindt. En laat alles bijdragen uiteindelijk, Heer, tot de verheerlijking van uw naam. Tot de opbouw van ons geloofsleven. En dat we van hieruit ook leren om uit te delen van de genade die u ons heeft toevertrouwd. Heer, dank u wel voor de bijbelscholen die hier mogen zijn en die hier hun activiteit hebben. Zegen dit werk, Heer. Zegen de leiding en de staf. En stel ook deze plaats, Hebron hier in Amerongen, tot een rijke zegen. Niet alleen voor Nederland, niet alleen voor Europa, maar wereldwijd. Heer, dank u wel voor wat u gedaan heeft, voor wat u doet en voor wat u gaat doen. Geprezen zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.